Ja hoor. Yes. Hebben wij goed nieuws? Ja, we zijn eigenlijk gearriveerd. Terwijl er achter jou gewerkt wordt. Ja, hard plukken voor je zakgeld. Hard voor weinig. Nooit zo weinig. Hebben wij een nieuwe stack? Kijk eens mee. Godzijdank. Zijn we er blij mee? Ja, zeker blij mee. Goed water. En we zagen net al een steubeen, een dubbelrun met strakke lijnen. Ja. Nou, dan heb je altijd gelijk al meer vertrouwen. Ja. Dat boven wat. Het is super mooi. We laten zo wat beelden zien. En we gaan genieten. De auto uitladen. Ja, wat is er volladen. Vergunning fixen en aan de knallen. Domino D? Het valt mee, het valt mee. Kopje slaan? Altijd mooi, je bus op zijn scheef heen. Ja, joh, deze gaat ook vallen, denk ik. Moet kunnen. Zo, Chitta gaat de busje even wegzetten. Daar gaat het nog. Ja, maar twee keer lopen met de trolley. En dan hebben we eindelijk alle spullen op de stek. Kijk dit water even. Ja, hier, onder aan het zonnetje. In een mooi dal. Oostenrijk of Zwitserland zo leuk zo. Ja, dat is echt prachtig. Er zit goed vis. Die vent had zo groot als 40 kilo, zei hij. Ja, had er 3,5 uurtjes sinds dat hier zijn. Nou, we gaan sowieso knallen. Ik ben bang dat het weer een beetje een vangere partij kan. Als vorig jaar. Ja, daar gaan we voor. Het boerenpum hoor. Morgen jongens. Ik ben nu in Fransland, maar het Sloveniëse land. We hebben weer de zones verdeeld. Zone 1, 2 en 3. Eigenlijk wil iedereen 1. Niemand wil 3. En ook niemand wil 2. Ah, 2 valt nog mee, denk ik. Welke zit er? Hey, veilig. Nee. Hey, wat is op joh? Eentje pakken, ja. En nog niet openen. Nee. Ik denk dat dit een goede is. Nee, dit is de beste. Heb je er vertrouwen in? Nog niet openen, hè, Leo? Nee, één keer. Oké, ook doen. Nee. Ik heb 2. Ik wil geen 2. Kijk, lekker. Nee, 3. Ah, 2. Soldaten. Tweede keer op rij even kerst. Hij kan wel het eentje daar zetten, Riet. Hey! Nou jongens, ik ben benieuwd hoe diep het is. Ik hoor van Chit en Daan al dat het aardig van diep was, maar... Even kijken hoe het bij mij deel is. We mogen niet met boot het water op, tenzij je Mark van Nega of wilt voeren of vis bevrijden. Ja, dus ik ga ze even gooien met de diepe. Kijken of dat is. Nou jongens, ik heb het al gezien bij mij stuk. In het midden 2,2, 2,3 heel af en toe. En dan loopt het heel langzaam af naar 1,4 naar de kant. Bij de kant een beetje ongeveer. Dus ik ga gewoon lekker voeren. Niet echt op de bodem net, want het is gewoon voor mij een vierkante bak. En niet zoveel bodemverschil. En dan merken we wel of er wat uitkomt. Maar, ik heb goed gestreden. Zo jongens, ik heb net de stek bepaald. Ik ga mij even lekker voeren. Ik heb hier een mooi emmertje, ik denk een kilo 4 of 5. Ik ga heel verspreid gewoon over mij in vlakte. En dan ga ik ze op 2 verschillende hoogtes ga ik ze vissen. Maar ik gooi maar 1 emmertje, ga ik gewoon een beetje... richting de voerstek gooien. En dan ga ik morgen erop vissen om de vis te laten vertrouwend azen. En dan denk ik dat het helemaal goed gaat doen. Zo jongens, het is een aardig soortje. Tiedink, hoe gaat het bij jou? Ik sta helemaal. In de hemeltjes liggen even snel ingegooid. Ik denk, voor het eten zo gooi ik ze gewoon even snel in. Eerst even alles op. Voor het eten, het is inmiddels 9 uur. Ja, maar we moeten nog steeds eten. Zo zijn wij, hè? Zo zijn wij gewoon. Ja. We hebben wel gesteden vandaag. Lekker. En even bij Chit kijken, hoor. Kijk maar zo. Chit, meester. Middag. De zon is onder, man. Oh ja, dit ziet er alweer uit als de Peppy Stack. Dat is inderdaad goed te zien. 2 verschillende hengels, 2 verschillende mogens, 2 verschillende swingers. En bij jou? Ja, het gaat de goede kant op. Ik heb net even 3 kilo gevoerd. Kijk. Heel verspreid. Ga ik niet op vissen vanaf. Vanaf 2 rondjes gewoon zo ver mogelijk naar het midden toe. En dan morgenochtend hopen dat de stack goed gaat lopen. Lekker, man. Nou, ik ben benieuwd wie de meeste gaat vangen. Want we doen wel een challenge, maar dat horen jullie later. Want je wilt eigenlijk de challenge niet spriezen deze keer. Dan ben je de Sjaak. Jongens, kijk. Dit is prachtig. Hij zit net helemaal uitgepakt en dan gebeurt het. Kijk. Hoeveel kilo was het nog? Ik denk zeker 4,5. Het is dezelfde zak die bij de bus ook gevallen was. Is dat even lekker? Ja, nee, is totaal niet. Ik hoor het al gebeuren, ik zie ze omvallen. Kutje. Ik hoor het. Maar we liggen nog een beetje in de bus. Dat zou ik het ook zien. Ja, we liggen tenminste meteen. Dat we gaan zeker lekker eten zetten. Hey, vol op de leden. Zo jongens. Lekker met het is kwart 10 en we zijn helemaal naar de koten. Het is hier bizar benauwd, we zitten in een dal of zo. Het is gewoon nu nog 30 graden. Maar kwart 10 en we kunnen eigenlijk avond eten. Kijk eens. Een nieuw barbecue van Rich Monkey. Dat is echt een top ding. Mooi. Ik heb mega veel te bereikbaar. En het werkt gewoon op gas, dus je hebt ook geen afval met kolen en zo.
Smaakt ja, prima. Echt een toppertje. Ja, ja hè? Hij was van ervan. Knallen. Ja, zeg toch. Ben je moe? Ik ben heen naar de rappen. Dus, even een hapje eten en naar bed? Ja. Jij? Ja, ik ook. Ik heb mijn hengels, ik heb goed gevoerd, 4 kilo. Ik heb één hengel heb ik echt op het randje van de voerstek. Zodat de voerstek goed met vertrouwen ja, geaasd kan worden. En die andere heb ik gewoon voor het kwartje met tijgenoten gegooid. Daarna wordt even aangevallen ja, door de ja, die muggen zijn niet normaal, Jesse. Dat is echt niet normaal. Maar die andere rek voor het kantje met tijgenoten. Dus misschien een bonusvisje vannacht en anders gaan we zo de morgen knallen. Ja, morgen gaan we lekker knallen. Wekker te vroeg. Ik ook. Ik heb 2 rondjes in liggen, jongens. Slappe lijntjes. Totaal niet op mijn voerstek. Voerstek geeft rust. En dat is morgen hopelijk succesvol. Nou, opeens zit opeens binnen te eten, jongens. Hey, wat was er nou aan de hand? Zoomvis. Wat was er nou aan de hand? Ja. Flinke regenbui, hè? Ja, jongen. Bizar, hè? Tijdens de halverwege de barbecue. Ja, dat zag er zo mooi uit. En eindstand, ja, zitten we hier. Ja, dus noodgedwongen eten we hier. De eerste lading vlees hebben we op kunnen eten. En daarna is het over met pret. Ja. Dat ik met een halve maag slapen. Dat is nooit goed, hè? Nee. Maar ja. Ja, wat moet, dan moet. Het is sowieso nog 2 uur lang regenen en bliksem. Ja. Oh. Zo, goedemorgen, jongens. Kijk eens, op deze prachtige locatie. En goedemorgen nog. Nou, dat is toch lekker wakker worden zo, hè? Standaard ritueeltje. We beginnen natuurlijk met de ijskoude koelkast. Er ligt weer van alles in. Koud blikje. Ja, we gaan vanavond een lekker colaatje ook. Ja, dat doe ik zeker. Jongen, van ha, buurman. Hey, jongens. We hebben gewoon een mooie week morgen al. En wie hier de bakken van, hè? De Sloveense bakken van, hè? Klopt. Ik heb mijn werk om 5:30 gezet. 9 uur. En gisteren heb ik 4 kilo gevoerd. De Engels op, ik denk dat hij. Ik weet niet laat, dus ik denk 1,5 uur niet meer heeft. Dus dat is mooi. Hij is niet zo groot, maar. Eerst van de nieuwe laatste altijd uit. Dat was inderdaad wel lekker. Dus knallen. Hier, zie ik. Dat is ook even, joh. Jongens, het is precies de hele tuna structuur. Gisteren 4 kilo geboerd, chitten volgens mij ook. Zelfde body, zelfde diepte. Dus we gaan knallen vandaag. Kom even snel laten zien. Eerst water en het is weer een bak hoor. Ja, het is een kleine speler. Maar nieuw water is altijd goed. Fotootje en dan mag weer terug. Zo toch. Yes. Yes jongens. Knallen. Hoppa. Jongens, daar gaan we weer. De eerste keer was 1:20 na het ingooien, zeg maar vanochtend om 6 uur. En nu denk ik nog niet eens 1 uur ertussen, dus gisteren heeft het spoor gevonden te hebben. Gaat lekker pikken, baas. Lekker. En hij voelt beter aan dan daarnet. Nou, hé, hey, dat is die van mij. Gaat ie? Ja, veel. Hier is wat. Zo. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Lekker, dit fiets ook met de krommen, hoor. Spiegel? Dick, jij ook een spiegel? Ja, zeker. Het is pas 8:15, we gaan een leuke dag worden, ben ik bang. Saans worden, gebroeders. Lekker wakker worden, dit.
10,8 met mannen. Juist. Hey, dokter Bibber. Met zijn handschoentje. Ja, ja. Hij is 9,2. Kijk jongens, je ziet het er doorheen. De hechtingen. We willen niet geïnfecteerd. Infected. Ja jongens, bijna dubbel run. Mooie ja. Spiegel, lange spiegel voor mij, niet dik. En een mooi schubgebied. Mooie, best hoog schub. Beide net af met weegschaal van mij. Ja, allebei net een 10 kilo, mijn 9,0 is. Hij is wel leuk. Mooie vissen. En het begin is, hè. Zit er goed op het voer en ze mogen terug. Dat is zeker. Inderdaad, lekker man. Goedemorgen. Link is strak. Legit. En een pub. En onze oma. Ze is helder water. Zo goed, legit. We kennen je. Hij blijft met versnijden in. Vreemde snijder dit. Hey. Hey. Ik raak er niet aan. Ik raak er niet aan. Ja, je gaat. Ik raak er echt niet aan. Lekker hoor. Kun je even straks zijn? Lekker jongens. Engel in. Ja, even die slings even wegen. De grote en de kleine. Nou, we gaan weer het junglepaadje in. We hadden een soort weddenschapje gemaakt. Wanneer denk je dat de hengel af zou gaan? En wat deden we? We deden een weddenschap van op welke minuut de hengel zou gaan. En ik zei 38, hij ging gewoon 38. Ik zei ook nog de rechte hengel van mij. Dat was gewoon helemaal waar. Ja. Weet je wat je dan voelt? Oh, die buurman van Wietse Teuwe, kijk. De legend. Botte haken. Wordt de haken of schaffen, dan ga je maar. Dat is een rijmaatje, wat is er gebeurd? Het was zo mooi, kooi was het. Het was een. Nee, ik weet niet, het was gelukkig een knol. Dit is toch wel weer een. Daniel, die denkt. Ultra, ultra. Gaat er gebeuren? Ja? Dat is heel raar, ik wil hem uitgooien, breek zo die hengel. Fuck, werd af. Bad, ja. Ik hoorde het ook gewoon. Had ik dat maar op film? Dat klonk mooi. En die molen is ook wel half kapot, wat chill zo. Maar goed, kijk. Ah. Zo, heb je. Mooi dan. Ja, Daan die gooit zijn hengel door de midden. Hè? Hè? Maar kijk hoe raar die is afgehouden. Heel apart. Kijk, dit is gewoon boven die hoor. Die is gewoon nog heel. Ja, maar daar is een tussenstuk. Ja, hij heeft ook een beetje. Oké, we gaan even naar Wietse. Ja, nou, je weet. Hé, maar. Ja, ik zat er ook niks van. Kijk, maar niet gewoon eens inschrijven. Wacht, kijk. Ja, dat wel gaat zo. Ik moet hem even veilen en dan schrijf ik hem gewoon in pieken. Perfect, reus. Ja, je is gewoon een wereld aan. Ja, ik snap dat zo ook niet. Ik ben trots op je. Kijk, hij is hier helemaal kapot. Ja. Maar ik heb hem gewoon meegeschoven. Stond op film dat je dat deed? Nee, helaas. Helaas. Helaas, helaas pindakaas. Nou, zijn jij creatief? Snel die vis van Wietse op de foto en gaan. Mooi. Aan de vorige. Ja, ik denk 10 minuten naar mijn run. Ze gaan wel eens op de halve uur naar boys. Ik ken terug. Heerlijk. Zo. Oh. Je pieper die stopt ook maar niet hoor. Nee, ik denk die andere engel gaat ook door. Zo, die wilde wel. Oh, jouw rechter, dat is de bakengel. Linke, ondertussen jongens, rek een eitje aan het bakken. Hè. Hij ziet er wel dikker uit dan die andere. Ja, dat is nu wel hard op de bak. Ja. Ja, maar dat zijn vaak de grootste knol. Hey, dames en heren, de schepnetten waren bijna droog. Ik ken natuurlijk niet. Nee, dus daar moet altijd aan gebeuren. Het werd wel even tijd. Pak jij hem er maar bij. Ik pak een schepnetje. Ja hoor, daar heb ik ook run. Nee joh, pak die nou af. Jongens, wat zeggen we dan? Daan heeft verspeeld. Hij heeft verspeeld. Ik kom het op en niet te stoppen. Lekker. Ik alleen niet zo heel kom mee. Zo, je hebt al één verspeeld. Zonde. Ik dacht de bekken, denk ik. Denk toch aan een botte haken. Anderhalf uur. Pompen. Pompen! Yes. Nou jongens, je ziet het. Wat een prachtig visje. Helemaal puntgaaf nog, sowieso vlak of nieuw uitgezet. Met een paar mooie ananaschijven op zijn flank. Ja, ja eer. Dan hoeven ze niet groot te zijn om mooi te zijn. Daar doen we het voor. Van de vis. Fotootje en de engel kan terug. Oh, een visje. Nou jongens, kleine doer, ik mag weer zwemmen. Ik mag ze open halen. Yes. Zag je dat? Ja, hier, ik moet zo ook weer die ventilatiegaten. Dat is niet te doen in je tent. Je ziet ze daar lopen, die gele dingen. Het verschil tussen wij en de Sloveense lokale vis is een vis met strakke lijnen. Snaarstrak zelfs. En wij werken met saprijntjes, losse wakertjes. En natuurlijk gisteren goed gevoerd. En nu gaan ze eigenlijk achter elkaar af. We hebben 9 runs gehad, pauwtjes vissen.
genieten. Lekker man. Toch alweer. Gekke chit weer beter. Is het leuk hè? Ah, je eerste schip. Best wel een knol is het. Zo, loop ik hier net even heen. Zit er hier zo. Ik weet niet of ik kan zien. Een stuk metaal wat uitsteekt, sta ik even voorop. Doe pijn gek. Een zachte weg jongens, is niet te hard rillen. Inderdaad. Ja. Hij is echt wel groot. Hij is echt groot. Ja, wel mooi. Soldaat. Hij is best wel groot. Zo. Lekker pik. Lekker okay. Maat. Gaan we even de dokter weer bij ons vandaan doen. Nou, kijk dan. Kijk, hij is echt wel groot. Echt wel heel cool inderdaad. Zo, je staat in de zon. Zo, hij is groot gek. Ik ga even mijn dokter Bibber handschoen aan doen. Ik weet van het water gewoon, rijdt elke trein. Mooi, dit is echt wel een flinke jongen. Zo. Zo. Hij zit goed gehaakt jongen. Hij zit echt ziek gehaakt. Ik had nog een keer een shotje, maar dat ging net niet redden. Zo, dat water kut. Ja, dat heb jij gedaan. De man van de race. Ja, moet goed drinken. De man van de race. Ik heb hem eraf gehaald, Mat. Wat hebben we dit jaar van regels als we dikke vis vangen? Ja, shotje. 15 hè? 15 hè? 30. 30 hè? En 40 hè? 40, 2 shotjes toch? 50 hè? 50 heel de vers. Per persoon. Hè? Nou jongens, daar is hij dan. De eerste grotere vis van dit water. 12 kilo. Een mooie vis. Zieke vis. En hij is nog een beetje druk. Je voelt het gelijk aan de drill dat het een wat grotere vis was. En dat er maar veel mogen volgen. Het zat perfect vast. Ik kon nooit meer loskomen, scherp haken. En je eerste schupje, hè? En dat de eerste schup. Ja, als ze zo blijven, dan mogen er meer schups komen, jongens. Prachtig. Kijk, jongens. Gaat ie. Oh, mooi ruggetje zo, hè? Mooi. Zieke vis, jongens. Ja, mag niet door mijn lijn heen. Het stond nog best groter dan je verwacht. Echt mooi, jongens. Chit, ik weet niet wat hij heeft gedaan met zijn voer. Jongens, we zijn weer aan het rossen. Doe vast weer een brouwduimpje omhoog. Want dat helpt ons in de strijd. Inderdaad. De water is weg, joh. Misschien voor de kant. Zo. Hij beukt hem toch wel even lekker door. Hij beukt hem nou in één keer wel alsof die god. Hij is een beetje zo, voor de zon. Ja. Hij is hier klaar mee, hoor. Hij is er klaar mee. Jongens, het is echt een hele grote vis. We moeten in het water staan om te scheppen. Ja. Anders dan gaan we misschien niet landen. Ja, ik doe wel onder de dingen. Zo, het is een go. Of sta ik op tijd te scheppen? Oh nee. Ah. Ja. Zo, dat is gewoon niet zo. Een gooi schub. Wat is het? Nee, het is een graskuip. Het is een schub. Als je daar een gras foto maakt, is het een graskuip. Mooi. Jij bent irritant dan voor, hè, Wiet? 48 pond en 3 strepen. Ding. Ja, dat is gewoon mooi weer. Had je het even zwaar zitten? Ja, nou, hij gaf zo'n klap en ik. Ik heb even tijd om wat te vangen, want. Crazy. Hij werd zwaar gezet. Crazy, what the fuck, hè? Net genegen. 8-8. Oh, kom maar. Zo hoor, ze lekker jumpen. Juist, ja, rennen. Voegen. Laat jij hem even zien. Komt hij snel. Hij is heel druk. Dus ik hoop dat hij meewerkt. Toch wel leuk. 8,8. Mooie vis. En hij mag zijn opa gaan halen. Mooie kleur, gek, de straat. We gaan lekker. Lekker. Jongens, chit. Zonnetje schijnt. Veel te warm. Dus altijd goed blijven drinken. 12 uur geweest. 12 uur geweest. Zie je 25 graden of zo. Nederland regent het, dat is helemaal niet. Ja. Lekker snap sturen, lekker biertje erbij zitten, een harde ploeter in de regen. Prachtig. En maar runs krijgen. En dat is helemaal gewoon. Heerlijk. Toch lekker. Vet weer stijt, hè jongens? Mooi, weer die rechter, hè? Dat is wel een knol, je zag het aan alles. Als je niet eens één run in één keer kan nemen. Nou, dat is wel weer zo'n zwemmer. Ja, wel. Moet je kijken. Daar staan. Ik denk dat het wel weer zo eentje wordt, ja. Top dat je weet schermen.
Nou, hij is niet heel groot. Ja. Lang, hij is wel lang. Toch weer flink jongens. Zo. Weet jij nog meer flink jongens te vinden? Ja, hij is ook wel breed hoor. Ja. Geef dat schepnet maar. Of kon je erbij staan? Nee, doe je eentje. Ja, mooi gooi. Voor de beeld. Gooi. Zo, hij is dik. Zo, hij is echt dik. Zo. Misschien wel 15. Zo, kijk dan. Ja, het is wel flink hoor. Hij is echt een dik. Zo! Nee joh. Nou, hij is gewoon dik hoor. Kijk, hij is kouden, vriend. Zo, ja! Hij is kouden. Kan iemand anders even helpen? Ja, ga jij snel. Zo, wacht. Wacht. Snel! Ja! Hoppakee! Shotje. Hij is kouden. Ja, toch wel een shotje. Toch wel een shotje. Zo, appenkop! Zo, kijk dan, kijk dan! Hij is fucking. Kom maar. Zieke bak, gabber. Nou, ik denk 14 kilo. Kom hier. Ziek. Doe de scherm even één keer open voor de film. Hij is veel langer dan een kerel. Ik moet even die hand zien. Doe jij eens open. Kijk dan. Sylvesebakken.nl. Kijk dan. Oei joh. Hij is sowieso 30. Pak jij de shot maar. Ja, we gaan shot. Proker. Het zijn hele zachte bekken hier, dus... Altijd met je wondjes. Ja, het is een beetje een oudere vis hoor. Grotere vissen ziet gelijk. Bekken. Maar kijk jongens even, matje vol. Matje vol in me. Dat wordt shot hoor. Ja. Oh joh! Zo. Hij is 18,8. Zo. Wat? Ja, ik zie je. 18,8? Nee, 18,6. 18,6? Oh. 18,6. Lekker neef. Nou, hij is niet heel groot. Waar zei je eerst nog? Ja, aapshot. Neem aap. Zit, neem jij het eerste shotje maar. Oude aap? Ja, dat doen we zo wel. We gaan eerst even die vis zien, denk ik. Ja? Ja. Zo, hij is lang. Hij is breed, jongen. Ja, 18,6, jongens. Niet normaal. Wat een vis. Op de eerste dag dat we hier zijn, veel voeren vissen die Slovenen helemaal gort. En dan zo'n bak, nu al. 18,6. Ik denk dat hij ruim een meter is. Echt niet normaal. Kijk die kop. Film even voor. Is bizar. Hij is echt groot, hè? Hij is echt mega groot. Ik ga hem even neerleggen. Zo, hij is wel een bak. Nou jongens, zien we ook ineens hier een wond. Dus je ziet het. Lijkt een beetje karpker erop. Dan... Zo, die kop, gek. Ah jongens, wat een bak zeg. Ja jongens, hij is ziek breed. Eén keer voor de film laten zien en dan mag hij weg. Oké. Okay. Ik ben helemaal kapot. Strijder. Oh, lekker man. 18,6 hè? Ja jongens. Wat een bak. Hij kan terug. Niet normaal. Oh, moet je kijken. Ja, ik denk dat hij een meter lang is. Ja. Niet normaal, kijk hoe breed jongen. Hier. Kijk dit. Ja jongen, dit zijn ze. Richting Daniëlster. Eentje zuurstuk. Juist. Rekken neef. Soldaat. Rekken man. Heerlijk. Wacht. Ja. Aan mij de eer de apenshot aan te breken. Ontkurken. Vol op de leden. Het zit te smeren, hè? Gewoon apenkop. Ja? Oh, lekker. Ja, die denk jij wel. Echt een topspulletje. Gadverdomme. Ik vond het wel lekker. Even je bek kijken. Ja, dat zou ik. Beste. Kijk hier weer. Dat is geen 40, hè? Nee, ik vind het wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Achteraf val, het is niet meer zwaar. Ja, dat is wel goed. Ik heb liever tequila. Hey. Het is bijna koud. Het is een uurtje of half drie, twee uur. Ah, jongens, ik ben verrot. Ik heb even mijn poro-drill even een rondje geropen. Langs het meer, in de hitte, joh. Ik denk dat mijn schouders flink zijn verbrand. Maar ik heb wel even met veel vissen gesproken. En kijken hoe ze het aanpakken. En eigenlijk ben ik een paar dingen afgekomen. Ten eerste, ze vissen allemaal flink met strakke lijnen. Allemaal met bollen en ze voeren niet bij. En buiten dat zijn zoveel echt mega aardig. Want ze zitten super veel te vertellen en zijn niet zo... Zo schuw. Ze zijn super leuk om een rood te doen, weet je wel. En zeggen van ja, ik zou naar dit water gaan. En ze zijn super visvrijer. Super visvriendelijk, ze hebben allemaal een goede kreddel. Schreens, emmetje water erbij, ze gebruiken carpcare.
140 spiegeltje toen ik aankwam en helemaal goed. Had ik niet verwacht van tevoren. Nee, ik zei ook, ja, Frans, die hebben ze wel eens op de gras liggen en zo. Dus complimenten. Maar ik heb één mooie stek gevonden. Nou, eigenlijk niet zo'n mooie stek. Maar ik denk dat niemand er ooit gaat zitten aan de snelweg. Je hebt een metertje gras en een mooie van die grindblokken. Loopt het daaruit het water in. Ik denk dat ik daar dagsessie ga doen morgen. Ik weet niet of een van die gasten misschien meegaat. Anders ga ik in mijn eentje. En dan ga ik denk gewoon lekker voor de kant vissen met tijgenoten. Ik weet zeker dat nooit iemand daar gaat zitten. Moeilijk toegankbaar. Je moet met de trooi over de snelweg en dan de trooi over de vangrail heen tillen. Maar dat is wel een leuke uitdaging, denk ik. Dus ja, dat een beetje. Oké, duidelijk. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Yes. Best stil, hè, de hengels? Aardig stil. Karig. Te stil. Te stil. Nou, de heren van het goede leven, die hebben even het goede leven opgegeven, want er moet dan gewerkt worden. En daar staat hij maar weer. Nou, als werk. Had ik het nou als werk? Prachtig. Ja, dat is niet zo'n hele. Nee, maar goed. Ja, volgens mij wel. Nee, schub. Alweer. De spiegels blijven weg. En één keer uit niets, hè? Wel een hele mooie ogen. Het is anderhalf uur stil geweest, ik ga het scherm voor je pakken. Tot zo. Eens. Echt een best als jongen dit. Hij zou zo het best nog mee gekomen kunnen zijn. Zo bij de kroon. Maar ik heb een fotootje en ik heb terug. Lekker. Wij zitten, iets bukken voorover. Nee, bij die rand. Nee, bij die rand kan je onderbroek niet zien. Anders zie je het. Als je het zelf niet. Nee, wel. Ik geef je 100% niet een wedje. Kijk. Jongens. Zo weer? Ja. Oh, geef je een wedje. Kijk hoe verbrand hij is. Hier. Ja, hij zit niet goed, maar je met je hoofd er zon zat. Ja, wel, kijk eens. Ja. Ja, joh. Hoor ik het goed? Hoe ken ik? Het is niet normaal, hè? Wij voeren honderden kilo's bij. En elke keer gaan we één chest hebben. Ja, het is niet normaal. Het begint soort van een beetje oneerlijk te worden. Hoeveel is dit vandaag, chat? Mij 8, 9. 8? Bizar. Oh, laten we even kijken of ze nek ook verbrand. Ja, zeker verbrand. Twee? Ja. Ja. Dit is pas de eerste dag hier, hè? Ja, dit is gewoon burning. Dat is voor jou, jongen. Komen we als... Drie bruine beren komen terug. Ja, ik heb een rode beer. Ik zit als een rode beer. Voet er groot aan? Nee. Ah, oké. Hij is ready om te scheppen, iets. Ik ga mijn best doen. Echt wel mooi dit, hoor. Hup. Zo, hij is dik. Ja, hij is ook gewoon 13 keer of zo. Ja, jongen. Ik denk 14. 13 of 14. Ja, dat zoiets denk ik ook. Hij is geen 15. Nee. Maar hij is wel... Nee. Ondanks dat we zin hebben in een apenshot, denk we dat het geen 15 is. Oké. Okay. Oh. Zo, wat scheelt het? 14-2. Ja, 14-2. Lekker pik. Stabiel. Is toch wel ziek. Goed voor het klassement ook. Ik ben Wietse en ik ben wanhopig. Wat zei hij? Ik ben Wietse en ik ben wanhopig. Hey. Zitten we echt op dezelfde voerstek? Dezelfde lijn? Ja. Net hetzelfde voer. Met hetzelfde voer. En wat schijt jij? De bollen van de buurman. Groene bollen, die hebben wij niet. Nee, klopt. Een soort van boeienman is dat. Laat jij eens even zien. Zo'n oude strijder. Ja, als die nou veel rustig doet, kan die ook wel snel. Nice. Boah. Ah, jongens, wat een bak zeg. Voor de pijs die vink 18 keer. Wat een bak. Echt een oude vis, je ziet er dan alles. Wel een beetje een papegaai. 14,2. Super mooie vis. En ja, het loopt als een tierenlier. Allebei mijn hengels er nu uit. Kom denk ik door die handschoen. Ik ga denk 3 kilo voeren en dan mijn hengels weer in. Boah, ik ben helemaal verrot joh. Dokter Bibberger. Wat een oude vis jongen. Ja. Echt die snuit zat zo naar beneden, snap je? Zo'n bolie vreemd. Zo'n halve rug. Die lusten die 20 mm op die nou. Dat kan je wel zien. Ga je mussen? Prachtig. Prachtig. Hey, zit de meneer met de gouden pik? Ja, het loopt lekker jongens. Ik denk dat de laatste 10 runs zijn van jou geweest. Nee, de laatste 6. Niet normaal. Ah, lekker zo, man. Zo, kijk een beuken. Goed bezig. Kijk een beuken. Hey, Master. Jongens, nummertje 8. Hij is zo klein dat hij in het water teruggezet mag worden. Geland met de handen. Ik had toch zin om te zwemmen. Maar het is chits vis. Zijn we mogen gaan. Ja. Moet je nog een foto? Nee. Op bewijs? Best. Nee. Adios. Nou, Chitter gaat los in het bos. Het is alweer raak. Het is echt niet normaal wat dit voor beauty is, jongens. Ja, dat hebben we Picasso hier nu. Ja, het is echt een klein visje, maar ik denk dat ik nog nooit zo'n mooi schurppatroon heb gehad.
Een beetje een driedubbele rijen. Even kijken. Zo dan. Bizar. Zo, dit zijn ze hoor. En een punt gaaf, perfect in het mondhoekje geraakt. Dus... Park Kevin. Nou ja, dat hoeft niet. Dit is echt mooi hè. Dat zijn ze. Zal ik net op tillen? Hey Hans Groenman. Hey jongens. Nou, Picasso die maakt dus ook kleintjes. Je ziet het. Dit is Picasso Junior. Wat een prachtige vis. Denk een twee of drie dubbele rij op sommige plekken. Loopt helemaal door. En ja, ik zag dat tijdens de drill. En ik dacht eerst een kleintje kutzooi. En nu ben ik eigenlijk hartstikke blij mee. Ze hoeven niet groot te zijn om mooi te zijn. Ik zal de andere kant ook gelijk even laten zien. Die ook bijna rijden. Echt een paaltje. Echt jongen. Zo maak ik moeder natuur ze niet elke dag. En ik ben er helemaal blij mee. Super mooi visje. En hij mag zijn vrijheid weer tegemoet zwemmen. Lekker. Hij gaat hard hè. Ja, wat een diepe maat. Hoor dit? Ja, maar zo dit. Ja. Oh, mooi slogan. Nou, jongens, omdat we zo lekker aan het rossen zijn, mogen we u namens tijdrijdenuitkoper.nl een mooie korting geven. Al bestel je vanaf vandaag tot en met volgende dinsdag op de webshop onder de kortingscode Daily Fishing Team 10. Krijg je 10% korting op het hele assortiment aan boeien en producten van tijdrijdenuitkoper.nl. Zeker doen jongens, het zijn topborretjes. Chit, heb even een momentje rust. Maar Daan en ik die hebben het nakijken. Daan, was jouw tactiek nou waardoor je een nieuwe vis gevangen? Ja, alles geprobeerd. Van Ronnie-Rist tot Bodemaas. En ik vis nog steeds met de Ronnie-Rist. Ja, weinig spelende vis op dit moment. Drie of vier runs heb je gehad? Drie runs vandaag, ja. Alleen nul vis geland. Twee daadwerkelijk gespeeld, de ander niet gevoeld. Ja. Nou, ik heb even nu mijn hengels eruit gehouden. Voor twee uurtjes misschien dat het werkt. En een half kilootje opgegooid. Gooi je zo nog een beetje meer bij. En ja, misschien dat ze dan erop komen, want ik weet anders echt niet. Maar ja, deze man die heeft het nakijk. Die pakt ze wel. Ja, ik ben gewoon moe. Dikke vissen, grote vissen, mooie vissen. Ja, alles. Heerlijk. Het begon dus even in de berg van Slovenië. Ja, zeker, zeker. Elke dag zon. Elke dag barbecue. En barbecue tot je bij neervalt. Yes. Wat wilt de mens nog meer? Ja, niks. Ja, vis vangen. Ja, dat ook niks. Ja, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Hé, wat zien we daar? Ja, bijzonder. Dan aan het riggen. Ik ben mijn granaatjes vergeten. En ik loop even terug naar de koelkast, denk ik nog even meer eten pakken. Ik denk, ik ga het hengel af. Blijkt het waarschijnlijk wel de kleinste van de hele dag te zijn gelijk. Ja, maar goed. Niet, maar niet. Ja, op de groene rig. Ja. Het is tenminste een visje. Het scheelt heel wat, we hebben een beetje actie. We gaan even landen. Ah. Hij is echt schattig ook. Ik vind hem heel schattig. Hey. Je bukken met je hoofd. Nou, oké, daar is hij dan. Eigenlijk mijn eerste visje hier. Gaan we gelijk laten zwemmen, op naar de volgende. Sta je in top 3. Nee, fotootje. Oké. Zit dansje. 1, 2, start. Juist. Hey. Nummer 3 gedaan, of 2? Nummertje 2. Nou, het loopt denk ik wel de afgelopen. Zo, mooie spiegel. Wel een hele kleine weer, maar hij is wel mooi. Ja, echt knollig. Kleine speler. Nou, we wederom een flinke unit. Flinke bak voor Daniel. Het zal er zijn een kilo of 4, wat dan ook. Oh, mooi. En ja, het draait tenminste een beetje. Ik heb nu 4 runs gehad in de afgelopen uur, anderhalf uur. Sec. Dus ja, we gaan gewoon lekker ingooien, voeren en doorknallen. Nou, onze kleine vriend, hij mag er weer vandoor. Dankjewel jongen. Lekker de bollen van de buurman uitgescheten. Ja, ja. Nou, op naar de volgende. Mega rustig. Kijk jongens, we hebben weer fietsen met Daniel en Engel. En Daniel die pakte zich er eindelijk. Dan krijg je er niet meer uit. Hij is boven staan, maar best een leuke vis volgens mij. Ja, met Daniel en Engel is hij aan het rennen. Ja, hij moet er vast. Ja, dat zijn we. Nee, wacht. Ja, is chill. Kom. Hey, schedder maken, wie? Nou, weet je dat er weinig gebeurt? Nee. Hey, die stekken lopen in één keer, gek. Hey, jouw engel. Eindelijk. Staat de film? Ja, denk het wel. Hij is gestopt. Vindt hij leuk. Zo, hey, mijn stekken lopen in één keer. Ja, kijk. Hij is helemaal blij, joh. Kijk hoe blij hij is. Dubbel, ik heb een dikke vis, denk ik. Soldaat. Kijk. Ik ga even het schedder voor je maken, ja? Yes. Nou jongens, hier staat hij hoor, de man. Ja. Ik denk... Dat was wel zeker wel lekker of zo. Nee, het was spannend. Ik moest en die hengel pakken en met die drone lopen kloten. Ik denk, als Wiets het verneukt, wat gek. Maar volgens Wiets, mij... Wiets, nou even een cameraatje aanzetten. Ja, ik denk, ja, rustig aan. Ja. Volgens mij na alle lossen van mij en die twee klonnen die ik heb gevangen hier. Is dit... Hij heeft een klein schuppie. Wiets heeft een kleintje. Volgens mij is dit toch best wel een leuke vis eigenlijk. Bij de visvaart al hè. Ja. Dat Wiets een kleintje. Gaat die andere nou uit?
Oh, dat is die van Wiet. Lekker wezen, Wiet. Zo, hij blijft diep gek, heel erg fijn. Hij moet een dikke zijn. Dat lood zit kut. Zo verspeelde ik ook een vis. Zo, volgens mij best een grote hoor. Hoi. Oh. Ja, zo. Zo, is wel een dikke goos. Ja, ja, ja. Wat je heel ondiep. Zo, die rug is dik. Dikke spiegel. Zo, zo'n dikke. Alleen dat lood is kut hoor. Mooi, kijk. Hij loopt hoor. Hij loopt. Zo, dit is wel het sterkste tot nu toe hoor. Ja, hij blijft beuken. Pompen! Die van Chet die kon hij niet aan tippen. Het is echt een dikke volgens mij. Ja? Ja, nou, ik heb hem nog niet goed gezien, maar. Hoop man. 25 pond redt hij minimaal. Ik heb wel zin in een shotje. Hij is breed. En onder gaat het zonnetje. Voor mij als een razend klein schupje, maar eindelijk weer een vis. Daar ben ik ook blij mee. Lekker maat. We draaien weer. Knallen. Ik gooi even een paar extra handen voer erop. En dan gaan we hem scheppen. Ja, hij is breed. Til hem goed op. Ja, ja. Ziek, ziek. Dat is wel flink, of niet? Lekker man. Zeker flink. Lekker. Zo. Wel 30 in denk ik. Zo, nice. Kijk dan hoe breed. Zo. Kijk. Echt wel zwaar hoor. Schat net zit als die van mij. Wat schat je? Denk wel 17, 18 kilo. Oh, lekker. Wat is er eraf gehad jongens? Nou, 15,1. 5,2, toch? Ja, streep is 2. 15,2 ja. Ah, ja hoor. Nou, daar is hij. Eindelijk de eerste 30 van mij, van de sessie. Nou ja, ik denk dat die een uurtje op de ronde rig inlag. Toen dacht ik, nou, ik ga hem even verwisselen. Zo moet ik trouwens even komen kijken. Hij is aan het schijten, hè? Ja. Wat schijt jij? Nou, althans. Hij is allemaal, ja. Een beetje pruimen. Kijk, ook lekker. Tijgen over de slijm, schijt hij uit. Ja, kijk. Okay. Tijgen heeft gekomen, jongens. Nee, maar goed, binnen een, ja, hoe lang lag hij in? Een kwartiertje, 20 minuten. Zeker. Nieuwe voer erbij. Welke aas? Dat was op de... Zeker die garlic. Ah, de garlic krill met een garlic puppy. Oké. Okay. Zo, mannetje. We gaan wat voor je schieten, mag je zwemmen. Nou, onze grote vriend. Net over de 30 pond heen. Hij is wel vrij om te gaan. Je hebt je shot zeker meteen gepakt, zit. Oké. Jij kan met de shot aanlopen, maar wanneer wilt weer voeren? We voeren. Eerst even die hengels in gooien. Ja, jij had net een bak, maar wat wiet zie je nou uit het water halen? Niet normaal. Oh. Ongelooflijk. Oh, jezus. Ja jongens, de haters zullen zeggen, het verschil moet er wezen. Het verschil is er ook. Aan de ene kant ben ik blij met mijn vis, aan de andere kant is het wel een beetje als een boer met kiespijn. Aangezien Chit en Daan een mooie bakken. Prachtig punt gaaf, die Daan had een morgen op de dag, zij komt helemaal goed jongens. We gaan de swings vol zitten. Hij mag terug. Lekker pik. Nou, zoomen we even snel, snel door heen. Snel tussendoor jongens. We gaan veel volgen. Hoppa. Hier. Ik heb ze lekker daar gehad. Prima, prima. Prima, geen curry. Ik doe bij jou. Nee, ik ben gek. Ik vind het echt fucking smeren. Hey, twee. Wel een goede nip. Ik vind het koude werk. Even dat bekkie. Lekker. Een soort van dropshot, maar dan toch met een banaansmaak, jongens. Ik ben geen verkoper, maar. Lekker dan. Nee. Hij mag alweer zijn. Lekker. Hij is lekker. Morgen, maat. Nou, jongens, ik ga met de dieper een pijlhengel, de voerschep en de boeienpijp. En een vink emmer met tijgernootjes. Ga ik op pad. Dagstek aanvoeren. Ik heb een mooie stek gevonden waar nooit iemand zit, voor mijn gevoel. Dus als het hier dan kut is, morgen ga ik daarheen. Kijk, heb ik. En dan kan ik misschien de jongens een beetje inhouden. Heb ik nodig. Hoppa, succes. Oh jongens, wat een tocht. Mega lang lopen. Emmer van 15 kilo in mijn hand. Ik ben verrot, ik moest hier die vangrail oversteken. Maar dat brengt me wel tot dit stekje. Het is een mooi doodhoekje waar nooit iemand zit. Dat is ik bijna wel zeker. Dus gaan we eens even lekker voeren. En is goed gevuld, jongens. Voerscheppie. Hoppa. Knallen maar. Wij hebben, de 10 kilo voer ingegooid. En toen de hengels uitgehaald. Heel de nacht rust. Morgen wordt de slagpartij weer niet weten. En Wiets gaat geen doorvissen. Maar... Wiets gaat doorvissen in de dagstek en hij zegt, ja, de inhaalslag is bezig. Ik zal mijn verhaal vertellen. Oh, kom deze kant van het verhaal. Ik krijg er een bij mijn oren van, ja, Wiets, jij zit nog niet bij de Slovense Cup van 30. Zulke praat. Dus ik ga beginnen met mijn inhaalslag. Dus ik ga de nacht doorvissen. Jongens, ik heb 1 kilo gevoerd. En ik heb 15 kilo op de dagvisstek gevoerd. Dus en dan kan ik hier weer voeren als ik het rust geef. Oké, okay. Dus ja, en? Dubbel op feit. Hij gaat gewoon losschieten, joh. Morgenavond gaan we kijken wat de tussenstand is.
Hey, lekker de boom in. Even focussen. De camera is hier niet. Nou jongens, nummer 1 van de inhaalslag. Ik ga lekker de nacht doorvissen. Voor zover het een beetje nog geslapen wordt. Ik ben benieuwd. En dan ga ik lekker morgenochtend naar de dagvisstek. En dan kijken we aan het eind van de dag hoe de tussenstand erbij staat. Maar deze mag in ieder geval weer terug. Ja jongens, dit wil je zien. Hij schijt ziek veel rotuin uit. Je hebt fink op het vuur gereden. De camera is bijna op. De batterij. Maar dit is toch wel waarvoor je naar dit land komt. Kijk eens even. Ghost van 11 keer. Nee, ga vet. Die stond op een reisje. Zoveel is volgens mij altijd wel voor de ghost. Als hier filmpjes. En nu eigenlijk eentje. Mega vet. Het is bijna richt. Ik doe hem even in de zin. Maar we zullen een mooie foto's van maken. Ja jongens, het heeft even geduurd. Maar mijn eerste Slovense spiegelkarp is een feit. Het is meteen een reden. Het is wel geinig. Het mooie, die vis ging dus af tijdens die ghost. En die dacht dat die ghost aan die rijn was gevolgd. Was ik wel een beetje richting die rijn naast de pieper. En ik wil die één erin gooien. Ik denk, ah joh, best deze even. Opeens gewicht. Ik zit deze nog aan. Dus een mooie visie. En dan gaan we. Jongens, ik heb heel de knorrentuin gevangen. En vierde van de nacht, één verspild. Maar ja, het is inmiddels 5 uur, je zit aan het water. Ik ben gewoon een beetje licht geworden. Ik ben aardig gerot. Ik heb te gek erbij gevoerd. Gewoon de hengels. Met misschien een beetje pot onder en teruggooien. En met de avond nog op. Een poot meer, maakt het wel prima. Dus misschien rook ik nog een keer af en als ik even slapen. Zeker dat ze vannacht ook vaak veel trio's op de tap staan. Bijna zeker. En het zal ook wel zo. Maar goed, het was hoog. Of zo, toch? Hoe weet je dat? Ja, ik heb het allemaal gehoord. Echt? Ik heb amper geslapen, gek. Kut, sorry. Ik wilde... Verrassing, ik wilde zeggen dat het 30 was. Gaan we in de screen kijken. 11 kilo of zo, toch? Ja. Maken. Nummer 1, dat is volgens mij nummer 6, dit nummer 7. Lekker nachtje, maar wel met veel klein gut. Dus ze mogen weg en dan kan ik eens op de dagstek dikke vis richten te wachten. Let's go. Goedemorgen jongens, we zijn weer op een nieuwe dag aangekomen. Riet, we hebben een gevuld matje en we hebben hier een chitter van de zee die niet zo blij is. Nee, ik heb vannacht verkeerd gelegen, dus als ik die kant op beweeg... Auw! Ja, mijn nek jongen, het is echt helemaal naar de kloten. Het doet zoveel pijn, echt helemaal mijn nek verrekt. Ik heb een hele stijve nek. Zullen we even gaan kijken bij de geestkorper? We gaan even bij de geestkorper kijken. Nou, Riet, is die echt geest? In het recht valt mee. Hij is helemaal geen geest. Zie je dit? Hey, goedemorgen jongen. Goedemorgen. Wat zit er op je buik? Ja, rotuna. De vis schijt er helemaal uit. Die zat even goed op de voerstek. Maar hij is nog een beetje wild. Ik heb even 3 uur in de zak gezeten. Maar hij is dus een beetje ghost. Ik weet niet of je het goed ziet. Veel met zoveel zon. Maar gisteren in het donker zag het echt goed. Ik kwam zelfs tijdens het drieën viel het zelfs op in het water. Nou, mooie vis en dan mag we gaan. Hier, kijk die rug. Gewoon helemaal wit. Vieze dingen. Stap geen ghost, hè? Ja, wel een beetje. Dus, plan van aanpak. Oké. Ik ga even koffie zetten. Je ziet hem nu nog steeds. Nee, gezien. Koffie zetten, naar het dagstek. Kan ik lekker in de schaduw zetten. En dan even kijken of die tijger... Ik denk een paar duizend tijgenoten liggen er wel. Ik hoop dat ze weg zijn. En dan gaan we knallen.
Lekker maat. En wij gaan even een dikke bak van vandaag. We wachten op die voorzichtige 25 kilo. We wachten even tot de wietse weg is. Hengels heeft binnen gelijk, dan gaan wij even die bak van. Mooi. Daar hebben we geen last meer van. Het is echt een hele grote gek. Kijk eens even, jongens. Zo! Meneer Ananas. Dat is toch wel. Ja, of course. Dan is een Turkse meid uit zijn weer. Was ik het? Geregeld. Het zat niet slaap, joh. Ja, jongens, we hebben hier Wietje, die staat nog vrij. Waarom heb jij nou geen? Ja, ik had hem warm. Oh, dat is helemaal aan mijn oppen. Mega ziek. Ik heb drill gehad. Twee keer. Onze grote doel, oké. En deze? We zijn er. Spannend. Jongens, kijk eens even. Eerste bak van de sessie. En ik ben in slaap gevallen. En ik heb mijn bol liggen zo nu. Ik was...